Dit is het LE Nieuws van dinsdag 24 april. Gemeenten eensgezind over naleving regels wietpas. Q-koortspatiënten moeten vergoeding krijgen. Een rechtszaak tegen bisdom nadert ontknoping. Goedenavond. De Limburgse burgemeesters zijn het eens over de aanpak van coffeeshops die zich niet houden aan de regels voor de wietpas. Die wordt op 1 mei verplicht. De coffeeshops krijgen 1 waarschuwing als ze zich niet aan de regels houden. En bij een tweede overtreding gaat meteen voor een maand het slot op de deur. Vanaf volgende week dinsdag mogen alleen nog inwoners van Nederland een coffeeshop in. Ze moeten wel eerst lid worden. Voor de rest mag niemand meer worden toegelaten. Dus alleen nog maar leden. En daar wordt volgende week op gecontroleerd. Als hij die lijst niet heeft, volgt meteen die waarschuwing. Maar het kan ook zijn dat hij wel een lijst heeft, maar wij treffen iemand aan in de coffeeshop die niet op de lijst staat. Dan krijgt hij dus ook die waarschuwing. Dus iemand die niet woonachtig is in Nederland heeft niets meer te zoeken in een coffeeshop. Na de waarschuwing volgt snel weer een controle. Dat kan de volgende dag, dat kan zelfs dezelfde dag zijn. Dat hangt er vanaf hoe snel wij de paparazzen klaar hebben. Maar de volgende dag is misschien wel zo netjes. Er wordt dus werk gemaakt van de handhaving. Het zou zomaar kunnen zijn dat volgende week alle coffeeshops in Maastricht dicht zijn. Want niemand heeft een wietpas. Het zou zomaar eens kunnen. Als we alle coffeeshops tegelijkertijd gaan controleren. En ze worden zowel via de waarschuwing als via de eerste sanctie allemaal gesloten. Dan is alles dicht. Maar dan zijn de coffeeshophouders zelf wel verantwoordelijk voor de overlast die in Maastricht ontstaat. En dat is wel een grote verantwoordelijkheid waarvan ik hoop dat ze die niet zullen nemen. Er zullen ook extra controles komen op straat. Waar en wanneer, dat wil Hoes nog niet kwijt. Ook aan de andere kant van de grens zijn ze voorbereid, zoals in buurgemeente Riemst. De federale regering heeft al extra politiemensen toegezegd. We willen heel veel politie op straat hebben in die beginperiode en hoe lang dat nodig is om te laten zien dat we hier ook gaan controleren. Dat niet de bedoeling is dat men hier allerlei zaken komt verkopen in illegaliteit. Dat willen we absoluut vermijden en daarom die extra politie, die extra controles. En men gaat inderdaad merken dat hier ook gecontroleerd wordt. Spannende tijden dus vanaf volgende week voor handhavers en ook voor de coffeeshophouders. Ja, Lex van Morsel volgt de invoering van de wietpas op de voet. Hij zit op onze redactie. Lex, burgemeester Hoes van Maastricht was altijd heel stellig. Hij wilde bij 1 overtreding al direct tot sluiting kunnen overgaan. Nu lijkt hij wat milder. Ja, hij heeft wat water bij de wijn gedaan in het overleg met de andere burgemeesters. Want niet alle burgemeesters zijn zo blij met de invoering van de wietpas. Ze vrezen natuurlijk overlast op straat, nieuwe straathandel. Dus ze willen ook een beetje een soepele aanpak, zodat die overgang naar die wietpas ook wat soepeler kan lopen. Bij het niet naleven van de regels zou de coffeeshop dus bij een tweede overtreding 1 maand gesloten kunnen worden. Maar wat gebeurt er als daarna die regels weer overtreden worden? Nou, dan staat er een sanctie van 3 maanden sluiting. En komt er weer een overtreding, dan wordt het 6 maanden. En komt er nog een overtreding, dan wordt het 12 maanden. Het is nou wel zo dat er een overgangsregeling is, die waarschuwing en die 1 maand sluiting. Maar die geldt tot 1 januari 2013. Op die datum gaat de wietpas in heel Nederland in. En dan geldt gewoon weer de strenge regel. Geen waarschuwing, overtreding betekent 3 maanden sluiten. Het klinkt allemaal heel stellig. Maar niemand heeft nog een wietpas. Dat klopt. De koffieshophouders die moeten die wietpas verstrekken. En die wachten nog altijd gewoon een kort geding af in Den Haag. Die uitspraak die is vrijdag. En het zou nog wel eens kunnen zijn dat de rechter de koffieshophouders in het gelijk stelt. En dus de invoering van die wietpas op dinsdag opschort. Dus dat wordt nog heel spannend. Dankjewel Lex voor dit moment. Q-koortspatiënten moeten een vergoeding van het Rijk krijgen. Dat heeft de ombudsman vandaag gezegd tijdens de hoorzitting over de Q-koorts. Tijdens een uitbraak in 2009 werden honderden mensen rond geitenboerderijen ziek. Ook tientallen Limburgers. Tijdens de hoorzitting in Brabant wilde nationale ombudsman Alex Brenninkmaier antwoorden van de ministers. Ook in Limburg zijn heel wat mensen besmet geraakt door het virus. Niet alleen geitenhouders, maar ook mensen die bijvoorbeeld in de buurt van een besmette boerderij woonden. Vraag is of de overheid niet voldoende of te laat heeft gewaarschuwd voor de gevaren van Q-koorts. Ik weet niet of je ze iets moet verwijten. Ik weet alleen dat men in 2009 de risico's onvoldoende beheerst heeft. Maar heel wat patiënten denken dat de overheid wel degelijk iets te verwijten valt. De adressen van besmette bedrijven werden lange tijd geheim gehouden om paniek te vermijden. De GGD Zuid-Limburg vindt de hoorzitting een goede zaak. Dit is eigenlijk voor het eerst dat ook burgers, en met name ook patiënten, dus betrokken patiënten, worden gehoord over de Q-koorts.
Geitenhouders zijn grotendeels vergoed door het Rijk voor de schade die ze hebben geleden. Nu wil de Nationale Ombudsman ook kijken of er andere patiënten een vergoeding kunnen krijgen. Ik zou het wel terecht vinden als het Rijk iets deed voor degenen die getroffen zijn. Er zijn zeer ernstige gevallen bij. De GGD Zuid-Limburg start binnen 2 weken zelf met een onderzoek bij Limburgse Q-koortspatiënten. We gaan binnenkort, dat we zeggen binnen de eerstkomende 2 weken, vragenlijsten de deur uit doen. Om te kijken hoe burgers zijn geïnformeerd, hoe burgers tegen de informatie over de Q-koorts hebben aangekeken, hoe goed ze zijn geïnformeerd. En op basis van dit onderzoek zullen we zeker conclusies trekken over de aanpak. De meldingsplicht had eerder moeten worden ingevoerd, gaf oud-minister Verburg vandaag wel toe. Ja, meer informatie over Q-koorts kunt u vinden via onze site l1.nl. En zometeen, verhuurders van winkelpanden in Sittard-Geleen voelen zich onder druk gezet door de gemeente. En nu zijn ze weg. En dan moeten ondernemers, de eigenaren, die moeten ook zorgen dat de mensen terugkomen. Dat is natuurlijk geen goed beleid. Maar eerst is het bisdom Roermond verantwoordelijk voor de daden van de Gulpense oud-deken Hafmans. Daar draait het om in een rechtszaak tussen de ex-vriendin van Hafmans en het bisdom. De vrouw zegt seksueel misbruikt te zijn door de inmiddels overleden deken. De zaak is een nasleep van de Hafmans-affaire. Hij werd in 2006 opgepakt omdat hij enkele tonnen had gestolen uit de armenkas. Een juridische strijd die al meer dan 5 jaar duurt. Met aan de ene kant het bisdom Roermond en aan de andere kant Alvira Hercek, de ex-vriendin van deken Hafmans. Hafmans heeft in de tijd dat hij deken was van de gemeente Gulpen een seksuele relatie aangeknoopt met mijn cliënten. En mijn cliënten noemt dat seksueel misbruik. Al in 2003, zo zegt de vrouw, heeft ze de wantoestanden gemeld bij het bisdom. Er werd niks mee gedaan. Het bisdom heeft daar uiteindelijk van gezegd, weet je wat, zoek het maar lekker uit. Ga zelf maar naar politie aangifte doen, wij doen er niks mee. En dat vinden we ook een buitengewoon kwalijk aspect in deze zaak. In 2006 werd Hafmans opgepakt. Niet vanwege seksueel misbruik, maar voor het stelen van enkele tonnen uit de armenkas en voor belastingfraude. Hij overleed 1 jaar later, het kwam dus nooit tot een strafzaak. De ex-vriendin zegt dat Hafmans haar leven heeft verwoest en wil nu geld zien van het bisdom. De kern van deze zaak is dan vervolgens de vraag of het bisdom als opdrachtgever of werkgever van de heer Hafmans voor die schade moet opkomen. De advocaten van het bisdom willen het niet in beeld vandaag en willen ook inhoudelijk nog niet reageren zolang de zaak nog onder de rechter is. Ze zeiden vandaag in de rechtbank dat ze alle ophef in deze zaak niet zo goed snappen. Het is een relatie tussen 2 volwassen mensen, zeggen de advocaten. Hafmans deed het niet als priester, maar gewoon als man. Dat is hier niet het geval geweest. Het is begonnen vanuit de kerk. Daar is contact ontstaan tussen partijen. En dat meneer Hafmans niet met zijn mijter of pij, zeg maar, met mijn cliënt aan de lunchtafel zat. En dat waarschijnlijk uitdeed op het moment dat hij met haar het bed instapte, is ook niet relevant. Want een psycholoog of een arts die een relatie met zijn patiënt aangaat, waarvan we in het algemeen zeggen dat dat ongeoorloofd en grensoverschrijdend gedrag is, die zit ook niet met zijn witte jas met zijn geliefde zeg maar, aan de ontbijttafel. Het duurt nog zeker 6 weken voordat de rechter besluit of het bisdom het geld moet gaan betalen. Daarna pas begint het gevecht over de hoogte van de schadevergoeding. Ja, we blijven bij de affaire Hafmans, want het boek In Gods Naam over die affaire wordt hoogstwaarschijnlijk verfilmd. Er zijn op dit moment gesprekken met enkele partijen die serieuze interesse hebben in het maken van die film. Het boek In Gods Naam kwam in oktober uit. Binnenkort verschijnt de tweede druk. Op het terrein van zorgcomplex Daalzicht in Heel zijn vandaag 23 woningen geopend voor cliënten. De zorgwoningen zijn bedoeld voor mensen die deels zelfstandig kunnen leven. Daalzicht biedt zorg aan 2000 mensen. 150 cliënten kunnen in deze nieuwe beschermde woonwijk terecht. De woningen zijn nodig omdat de vorige behuizing verouderd was. De kosten van het project zijn 25 miljoen euro. En de commissie Gelijke Behandeling heeft het Orbis Medisch Centrum in Sittard-Geleen op de vingers getikt. Dat deed de commissie naar aanleiding van een klacht van een aantal vrouwelijke werknemers van Orbis. De vrouwen krijgen minder salaris dan hun mannelijke collega's, terwijl zij hetzelfde werk doen. Het gaat om een paar honderd euro per maand. De directie zegt dat er sprake is van een incident en gaat de zaak rechtzetten. En SEBIC in Geleen investeert het komend 1,5 jaar 135 miljoen euro in energiebesparing, in milieu en veiligheid. Het doel is onder meer om de oude naftakraker energiezuiniger en veiliger te maken.
Een naftakraker splitst olie in verschillende stoffen waarmee Sabic bijvoorbeeld plastics kan produceren. De kraker, NAC 4 in de volksmond, verbruikt veel energie. Door de investering kan het energieverbruik fors teruggedrongen worden. Als we de kosten nog eens nemen die zeg maar de productie in deze kraker met zich meebrengen, dan is dat ongeveer 50% van de totale kosten wordt bepaald door de energieverbruik. En daarvan zullen we dus 8% naar beneden halen. Dat betekent dus een forse verbetering van onze concurrentiepositie. Ondanks de economische crisis investeert het bedrijf toch miljoenen in geleen. Dit getuigt van vertrouwen van het Arabische moederbedrijf. Als we naar Sabic wereldwijd kijken, is Europa toch de regio die het meeste onder druk staat. Maar ondanks dat heeft Sabic besloten om 135 miljoen in deze kraker te investeren. En ik denk dat zeker gezien het economische zware weer waarin Europa verkeert, wij dat mogen beschouwen als vertrouwen van Sabic en de medewerkers in geleen om dit dan een succes te brengen. Door de investeringen is er tijdelijk werk voor honderden mensen in en rond het bedrijf. De komende anderhalf jaar waarin we die 100 miljoen weg gaan zetten, betekent wel dat we met zo'n 35 man als projectteam de werkzaamheden voorbereiden en begeleiden fulltime. En daarnaast zorgt deze investering ook voor zo'n 300 tot 400 manjaar extra werk in Limburg. In september volgend jaar moeten de aanpassingen aan de NAC 4 klaar zijn. Kritiek op een nieuwe maatregel van de gemeente Sittard-Geleen tegen de leegstand in de stad. De gemeente wil eigenaren dwingen hun leegstaande panden te verhuren. En desnoods tegen een veel lagere huurprijs. Maar daar voelen de eigenaren van die winkelpanden niets voor. Zet voor ieder leegstaand pand één muzikant en je hebt in Sittard-Geleen een heel orkest nodig. Meer dan 100 panden in de gemeente staan leeg, tot irritatie van velen. Hier kun je dus inderdaad een eigenaar aanspreken als de eigenaar dat niet wil, want deze eigenaar is al een aantal keren aangesproken. Moet je op enig moment zeggen, overleg heeft ook een eindmoment. Het nieuwe beleid komt erop neer dat de gemeente ingrijpt als een eigenaar zijn pand na een jaar nog altijd niet heeft verhuurd. Als dat niet lukt, ja, dan lopen ze de kans dat de gemeente het zou kunnen overnemen. Maar ja, daar vragen ze 175, dus ik heb op dit moment een richtlijn. Paula Bollen is ondernemer en heeft 3 panden in de stad die ze probeert te verhuren. Een van die panden wordt zolang gebruikt door studentarchitecten, want het probleem is dat bijna niemand interesse heeft. Maar er heeft toch een jaar opgestaan te huur, maar er is niemand gekomen. Voelt u zich door de gemeente onder druk gezet? Als dat plan wat zij willen doorvoeren, als zij dat plan willen doorvoeren, dan voel ik me onder druk gezet, ja. Ik hoop dat ze het vooral als gezonde druk ervaren om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van leegstand. Dit is een probleem waar veel gemeentes mee zitten, maar ook winkeliers die er wel wat van willen maken en zich nogal ergeren aan de verloedering in de straat. Als ik op zoek zou zijn naar een pand en ik zou het pand wat hier achter mij ligt, en ik zou daar interesse in hebben, dan was het heel gauw over en dan liep ik door. Want de keus is helaas meer dan genoeg voor een toekomstig huurder. En mochten de maatregelen van de gemeente niet helpen, dan is hij misschien toch nog wel een oplossing. En dan gaan we naar de weersverwachting voor de komende dagen. Thijs Seelen. Precies een jaar geleden hadden we dit fraaie weerbeeld. Prachtig zonnig weer. Een graad of 25 à 27 graden zomers warm op paaszondag. Op de laatste zondag van april. En de komende laatste zondag van april wordt het ook warmer. Maar niet zo warm als vorig jaar. Een graad of 20. En dat wordt wel eens hoog tijd. Want de eerste warme dag van het jaar hadden we al in maart. Op 16 maart hier in Zuid-Limburg. Heerlijk terrasjes weer. In het tuinwerken, ja, dat was toen echt zweten geblazen. Eind maart ook nog een aantal warme dagen. Maar deze maand april hebben we nog geen enkele warme dag gehad met meer dan 20 graden. Dus dat wordt hoog tijd. Vandaag ook geen warm weer. Tijdens opklaringen werd het 11 à 13 plaatselijk in het uiterste noorden op de Mokerij nog net 14 graden. Verder kwam er ook veel bewolking voor met een aantal buien. En tijdens de buien daalde de temperatuur weer iets en er was maar weinig wind. En ja, we hadden met die buien eigenlijk nog wel geluk. De actiefste buien, zo in de loop van de middag ten oosten van ons, boven Duitsland. En ook ten westen van ons, hier boven Nederland en Vlaanderen. We hadden vandaag last van een depressie. Dat lag precies boven Nederland. In de kern weinig wind. Dat was dan, ja, wellicht het enige pluspunt voor vandaag. Nou, dit trekt verder weg. En deze depressie hier vanaf de oceaan ligt morgen boven Zuidwest-Engeland. En dit pak bewolking gaat ons morgenmiddag bereiken. En tussen de depressie van vandaag en die bewolking zit nog een droog venster. En dat is dan voor vannacht en morgenochtend. Nou, van vanavond hebben we nog te maken met dit lage drukgebied. Veel bewolking,
periode met regen, langere periode met regen of een paar buien. Vannacht worden we droger met opklaringen. En morgen hebben we dan het beste dagdeel tijdens de ochtend, begin van de middag. Dan is het droog met een paar opklaringen. Loop van de middag raakt het vrij snel bewolkt en dan gaat het regenen. En dan gaat de temperatuur ook weer een dalende lijn. Voor de regen kan het nog net 15 plaatselijk in het noorden van Limburg, waar het langs droog blijft, 16 graden worden. En er is meer wind dan vandaag, matig kracht 4 uit het zuiden. En van donderdag tot en met het weekend is het wisselvallig, maar die temperaturen gaan een stijgende lijn. 'S nachts rond de 10 graden en in het weekend hebben we dan ruim 20 graden te pakken. Zonnige periode, maar ook een regen- of onweersbui. En zometeen L1 Sport. Bas, wat zijn de onderwerpen? Slecht nieuws voor Miranda Boonstra uit Molenhoek. Zij gaat niet naar de Olympische Spelen, de atlete. Verder zijn we getuige van de eerste werkdag van de algemeen directeur van Fortuna Sittard. En de Nederlandse wielerploeg was vandaag in Limburg om het WK-parcours alvast te verkennen. Maar het gaat ook niet echt dat we een hele zware training moeten gaan doen of wat. Want ze hebben natuurlijk een zwaar voorseizoen gehad. Het is meer dat we even gezellig bij elkaar komen. En als het kan, even het parcours bekijken. En we krijgen nog de Olympische wielertenues te zien vandaag. Ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel. En meer nieuws, meer achtergronden vanavond om 9:30 in L1 Laat. Met daarin uitgebreid aandacht voor de hoorzitting vandaag door de Nationale Ombudsman over de Q-koorts. Ik wens u een hele prettige avond. Dag.